Ja, beste luisteraars en beste kijkers. Het is nog geen pakjesavond, maar de grootste surprise van de week zit toch echt naast me. Want in zijn eigen keuken is hij verschenen als een soort fantoom. Ja. Als een soort Roy Makaay van de podcastwereld. Rob Jansen himself, welkom terug in je eigen huis. Ja, leuk om hier te zijn. Lang niet geweest, ja. Is er veel veranderd? Ja, wel. Ja. Volgens mij wonen hier ook mensen als ik er niet ben. Ja. Nou, maar je bent het echt, hè? Je bent geen hologram, je bent daadwerkelijk ben je aanwezig. Nee, ik ben geen hologrammetje, ik ben daar. Ik ben er. Nou, hartstikke leuk. Ja, Wim en René zijn er niet. Nee, dan krijgen we wel inhoud ook nu, denk ik. Denk je? Het wordt een serieuze afdeling. Ja, nou, zeker serieus, want je hebt een boek meegenomen. En niet een kleintje ook, een boek van een kilootje of zes, denk ik. 5 kilo. 5 kilootjes, een paar 100 pagina's over ja, toch wel jouw club eigenlijk. Ja, het is het ADO-boek en ik heb beloofd reclame te maken. Kan die op de camera? Heb je hem? Ja? Alle podcastluisteraars voelen zich enorm buitengesloten. Ja, maar de Rob mensen, met houdt YouTube, nu... Ja, die kunnen kijken. Die kunnen het zien. Die kunnen nu zien dat Rob een enorm boek omhoog houdt. Nou ja, ik heb het vandaag mogen ontvangen. En dat is gemaakt eigenlijk door vrijwilligers. Hebben we al eens een keer gezegd, ook hier. Van ADO. René Wagenmaker, Marco Hoge en vele anderen hebben hier met de journalisten. En geen kleine naampjes. Nee, Lex Muller zien we staan. Jan-Hermen de Bruin. Mattie van Kamman natuurlijk. Mattie van Kamman, Lex Muller, Frans Leermakers. Rob ja. Langeveld, Roeland Geeling. Frans Leermakers, dat is de Piet van Dijk. De dokter Lou de Jong van ADO. Dat is de man van de cijfers volgens mij. Ja, die weet alles. Die weet alles. Zijn leven lang die moet mee. Elke club hebben, zo'n man. Absoluut. Ja, weet je wat ik ook mooi modern vind? Er staan, ik denk dat dit, want ik ken deze boeken. Ik heb zelf aan die van Feyenoord mee gewerkt. Ja. En dat was toen Feyenoord 100 jaar bestond. Dat was al een tijdje geleden, maar ik zie hier staan nu ook vrouwen op, zie je dat? Dat is voor het eerst, denk ik. Ja, Sarina Wiegman Sarina natuurlijk. Wiegman. Ja. Is dat nog een ster? En dat is ook ik kan niet zien wie het is. Dat is familie van mij, Renate Jansen. Is dat echt familie? Nee. Nee. Nou. Staat wel familie van jou in, want je vader staat erin, neem ik aan. Hij zat hier zelfs als jonge man in, oh, mijn ja. vader. Ja. En ik zag een aantal foto's, vele artikelen over hem uit het verleden. Ja, daar staat hierin vanaf Dick Advocaat, Theo van der Burre, Groenendijk, Harry van der Laan, Ernst Happel. Guus Haak. Er staat hier, er is een anekdote, wat ik heb begrepen in dat boek over Bertus de Harder. Je hebt nog met hem gespeeld. Ik ben wel net zo kaal bijna. Bertus de Harder, ja. Ja, en de goddelijke kale uit de Schilderswijk. En die ging volgens mij ging die naar het buitenland ook, als ik me niet vergis. Frankrijk ging die. Ging die niet naar Bordeaux? Ja, ik denk het, ja. Er is niks mis hè, met onze geheugen. Ja. Dat zegt ook iets over leeftijd. Maar, en die is het verhaal dat hij eigenlijk beter was dan Cruijff. Ja. Alleen ja, in die tijd was het een andere wereld, zeggen ze. Maar daar zijn dus bewegingen van hem. Dat hebben ze ook geschreven. De passeerbewegingen. Waar Johan Cruijff later dus wel wereldberoemd door werd. Ja. Op het standbeen staan. Die bewegingen wegdraaien. Die hij al deed. En hij deed dat al. Kijk, hier staat het. De tijdelijke terugkeer van de goddelijke kale. Ja, ik ken die verhalen. Er is een keer een boekje over hem verschenen. Een van de eerste. Toen kwam in de jaren 80 zo'n eerste opkomst van de sportboek in Nederland. Een beetje. En daar is een boek verschenen dat heet De Goddelijke Kale. Dat gaat geweldig. Over Bertus de Harder. Geweldig. En volgens mij die schrijver die betoogt ook wat jij zegt. Dat hij eigenlijk beter was. Ja, dat staat ook weer. Hij was beter, zegt men. Dat kunnen wij niet beoordelen. Maar nee, dat kan niemand beoordelen. De mythe is al fantastisch natuurlijk. Ja, ik ken hem alleen maar van, ja, zoals alle kinderen die in of rond Den Haag opgroeien, van de verhalen van de oudere ja. Hagenaars. Dat als hij ging koppen, ja. Dat er dan altijd iemand op de tribune riep, kreten, is. Ja, maar dat is echt Haags. Ja, toch? Kreten. Maar is het een... Een heel mooi boek. Ja, het is een mooi boek. Is het ook een mooie club? Of is het voor jou een beetje haatliefde? Nee, hoor, helemaal niet. Nee? Je moet twee dingen loszien van elkaar. Dat is wanneer er geschillen zijn met mensen in een club. Ja. Dat zijn meestal voorbijvarende schepen ook trouwens. Mm. En de club en de geschiedenis op zichzelf. Dat staat voorkomen los van elkaar. Maar ja, wat is dan de club als het niet die mensen zijn? Wat is dan voor jou de club? De club, die mensen, dat zijn kortstondig een leider of een trainer of een voorzitter. Tenzij die heel erg toonaangevend is, dan hoort hij echt bij de geschiedenis. Maar dat gebeurt tegenwoordig niet zoveel meer. En directieleden, ja, die komen en die gaan. Dat vind ik ook niet de club. Nee. Maar dus echt de oud-gediende. Oud-gediende. Of mensen die hun leven lang in een club zitten. Of een club hoort bij een stad. Een stad hoort bij een club. Kleuren, ja. Cultuur, afkomst. Bij jou is het heel erg afkomst, hè? Je vader, denk ik. Die heeft toch wel een hele grote rol gespeeld in jouw bemoeien. Want je hebt je hele leven toch met die club bemoeid. Als er problemen waren, was je altijd wel... Nou, toen ik wat iets ouder werd natuurlijk wel. Toen was ik betrokken. Of ja, Ringelen zijn had de club al een keer, laten we zeggen, gered. Ja. En toen stond mijn vader voor de deur... En die zei tegen mij, nou, het is heel simpel.
als je morgen niet dit bedrag stort, dan is de club weg aan de lampjes uit. Bij het Zuider Park. Nou, toen, je luisterde naar je vader in die tijd. En toen heb ik de dag daarna het bedrag gestort, zonder enig boekenonderzoek te doen, niks. Ook heel verstandig, kan ik je mededelen. In die hele grote groen-gele bodemloze put heb je dat gestort. En toen begon ik naar de vergadering van de ledenvergadering. Maar voelde je moreel verplicht om dat ja, te doen? Ja, ook naar mijn vader toe, de familie en de stad. Ja, kijk, mensen die dit doen, daar ben ik niet de enige in, er zijn er velen, die... Dat is allemaal emotie. Ja. Dat heeft niks te maken met... Ik heb een businessplan ontworpen en hier zijn de spreadsheets. Dat, okay, dit doen mensen en nog steeds gebeurt dit. En die gaan door emotie, door een vader of door hun bloed of door hun kinderjaren. En die kunnen het zich permitteren. Ik heb dat toen ook gedaan. En toen zijn we de club wel herop gaan bouwen. En ik denk dat we dat in mijn ogen heel goed hebben gedaan. Stadion werd gebouwd, we promoveerden, degradeerden, promoveerden. We hebben daar hele, hele bijzondere dingen mee mogen maken. Dus je bent wel verbonden aan zo'n club, ja. En toen was je gelijk 10 jaar ouder. Het zijn wel tropenjaren wanneer je zo in een club zit. Daarom begrijp ik ook bestuurders engenen die onder druk staan heel erg goed. Ja, heeft je dat ook geholpen? Ik kan me wel voorstellen dat je een keer aan die kant staat. Dat je zelf de leiding moet geven aan zo'n club. Heeft het je geholpen in het begrip voor bestuurders? Nou, ik leerde ook wat anders als ik het ooit over zou doen. En dat zijn de woorden van Johan Cruijff. Een club is een sociale dictatuur. Dat betekent sociaal beleid naar buiten, maar binnen absoluut dictatoriaal lijnen. Ja, een beetje zoals je deze podcast ook leidt. Ja, en dat je me onderbreekt, dat kan ook wel eens je laatste uitzending trouwens zijn. Wat je helemaal niet erg vindt. Nee, helemaal niet. Niemand vindt dat erg. En dan heb je eindelijk een zin in je zin. Dan zit je als een soort Jozef Stalin. Zit je dan achter inderdaad, deze, ik herken hem. Ga je dan die camera's toespreken. Ja, inderdaad. Uren en uren het lang. Volk. Fidel Castro-achtige lengtes ga je dan... Ja, en dan kan het wel eens zijn dat ik toch de nieuwe minister-president ga worden. Dat is niet uitgesloten. Dat zit er dik in. Ja. Maar in ieder geval, wat jouw vraag was, ik heb daaruit geleerd, en dat klinkt misschien wat eigenaardig of misschien ook niet, dat wanneer je een club leidt, dan moet je eigenlijk, je mag wel luisteren naar mensen, maar je hoeft er niet altijd gehoor aan te geven. En dat zou ik overgedaan hebben als ik het over zou doen. Ik zou nog steeds veel luisteren, maar ik zou niet over gehoor meer aan geven. Nee, ik denk dat je daar gelijk in hebt, ja. Ik heb het bij Feyenoord een beetje gevolgd toen Jorien van der Heerik daar de leiding nam. Ja, dat was echt de baas. En eigenlijk vond iedereen dat heel prettig. Het was heel duidelijk. Ja, een voetbalclub is dictatoriaal. Ja. Moet die geleid worden? Het is heel vervelend in dit tijdperk met name. Dus waarschijnlijk liggen er alweer mensen op de A4 met lijm aan zich vast te kleven. Maar ja, het is de enige manier om te doen. Als je niet goed doet, ga eruit. Heel simpel. Gek is dat, hè? Blijf me er altijd over verbazen. Er is zo'n contingent aan mensen die het in het... in het zakenleven ontzettend goed hebben gedaan. En ook in hun privéleven. Ze hebben er nooit een misstap gemaakt, nooit iets geks gedaan. En dan komen ze in die voetbalwereld en dan struikelen ze allemaal. Of niet allemaal, maar heel vaak struikelen ze. Nou, heel veel. Dat en is dat waar. Heeft heel veel te maken met media. Met aandacht, met de druk die erbij komt kijken. Ja, emoties die de overhand nemen. Zoals bijvoorbeeld wat er nu aan de hand is in Volendam. Ik weet niet of we dat volgen. Ja, ik heb het wel. Ik weet niet exact wie de waarheid nou spreekt of niet. Nee, weet niemand. Daar komen we waarschijnlijk niet met de tijd wel achter. Nee, maar het is geschiedenisles. Kijk, als je naar dit kijkt. Die voetbalstadions zijn colosseums. Dat is de Romeinse Spelen. En de mensen moeten geëntertained worden, brood en spelen. Daar is eigenlijk niet zo heel veel veranderd. En we hebben ook nu, dus dat is over voetbal ook bewezen in mooie Engelse boeken. Het is natuurlijk een stammenoorlog. Ja. Onder leiding, met kleuren en beschilderingen en schreeuwen en leuzen. Dus wat dat betreft, is ook de ontspanning voor ons allemaal. En op het moment dat mensen bij een club komen en ze zijn denken toonaangevend te zijn, ze komen die tribune op voor de eerste keren. Al hebben ze 20 Albert Heijns gemanaged. En ze gaan zitten en ze voelen dat mensen naar hun kijken van dat is hem. Is gelijk klaar. Is gelijk klaar. Ja. Ja, maar wat je ook zo vaak ziet van de buitenstaanders is dat ze zich niet realiseren, totdat ze erin zitten, dat een balletje buitenkantpaal eruit of binnenkantpaal erin ongeveer alles bepaalt. Ja. Zeker een week lang, tot de volgende wedstrijd. Ja. Dus beleid is een heel leuk verhaal. En hoe meer corporate mensen in de topsport komen, hoe minder succes ze zullen gaan krijgen in de topsport in het algemeen trouwens. In de voetballerij met name. Want het werkt, je mag wel beleid hebben dat je vooruit denkt. Moet je vooral doen met bouwplannen en catering. Ja. Dat soort dingen is hartstikke leuk plan. Maar daarna is het toch vrij kortstondig hoor. Hey, en wat heb je nou allemaal uitgespookt op dat Curaçao? Wil ik nog even weten. Daar ben ik ook nog wel even benieuwd naar. Want we hebben je af en toe aan de lijn gehad.
Ja, dat liep vlekkeloos. Dat is een soort verloren zoon. Ja, dan hoorde ik af en toe wat gebrabbel, maar we hebben er nauwelijks iets van verstaan. En ik had een hele goede verhalen. Ja, René zat er de hele tijd doorheen te kakelen ook. Dat dus gebeurt bij René bijna nooit. Maar ik heb sterk de indruk dat jij je daar weer met dat voetbal hebt bemoeid. Nou, dat valt wel mee. Dien Goree is bondscoach voorlopig. Die is voorlopig van Curaçao. Ja, en dat heb jij weer een rol in gespeeld? Nee, totaal niet. Nee? Nul. Maar ik ken Dien, want ik heb hem als voetballer mogen begeleiden. Ja. Een heel enthousiaste carrière. En ik ken het gezin goed, ik ken de kinderen. En die zei, joh, kom nou eens kijken hier. En wat vind jij nou van bepaalde dingen wat hier gebeurt? En Dick Advocaat, zijn naam, speelt daar nog steeds met zijn hele groep. Al of niet bondscoach worden. En dan moet ik ook wel weer vreselijk lachen. Ja, die Dick wordt weer boos op mij nu. Maar die mensen op dat eiland, daar is geen geld. Nee. Ja? Ja, wat heeft Dick dat dan te zoeken? Nou, die zijn een inzamelingsactie aan het houden momenteel voor Dick. Met van die collectebussen. Nou, ik, een inzameling voor een multimiljonair. Ja, ze zijn geld dat inzamelen. Ja, iedereen gaat weer boos op mij worden nu. Maar dat is me zo. Om dat bedrag te krijgen wat Dick wil, anders komt Dick niet. En dan denk ik bij mezelf, ja, ik moet daar ook weer vreselijk Nee, maar even serieus, is het echt een inzameling? Hoe moet ik het... Nou ja, dan gaan ze naar sponsoren. Het is niet langs de deuren. Nee, nog misschien niet. Voor de laatste 100.000 dat ze bij mij de wijk erachter in gaan. Maar de mensen het niet breed hebben, kan ik je mededelen. Nee, maar toch voor misschien... Voor zoiets hebben ze er altijd nog wel een potje, hoor. Dat ze ergens even trekken, Dick toch even door de kerst heen. Laat ons laatste broodmaaltijdje net als vroeger die actie, trek Kruif over de streep. Maar heb dan je die gehad? Ja, had ook geen geld. In 78. Nee, om hem naar Argentinië te krijgen. Ja, ja. Nee, maar nu zijn ze... Ik ga dus eerst weer terug. Ik ga kijken hoe de stand is op de teller. Nee. Of we hem redden. Nee. Ja, we gaan kijken. En als het bedrag er is, heb je kans dat Dick toch instapt met zijn hele groep. En wat is zijn hele groep? Corpot? Ja, zonder Cor wordt er niet gereden. Nee. Nee. En zijn er nog meer mensen bij betrokken? Of is het ja, dus hij zal nog een aantal mensen eromheen hebben die meegaan. Ja, wie dan? Weet ik niet. Tuurlijk weet je dat wel. Je bent de architect van dit hele plan. Nee, ik ben geen... Jij bent geland op Curaçao. Ja, je zou daar gewoon op een stretcher gaan liggen. Ja. Af en toe zijn boek lezen, bij voorkeur mijn boek. En je rust gewoon een beetje relaxed. Daar heb je ook de leeftijd voor. Daar heb je de status voor. Daar ben je aan toe. Hè? En je bent nog niet geland. Of de pleuris breekt weer uit in het Curaçaose voetbal. Ja, dan moet je ook niet met me praten. Ik heb die mensen gewaarschuwd ook. Maar hoe zie je dat voor je? Dus Dick land met Cor op Curaçao. Ja. Ja, normaal gaat hij altijd op zijn hotelkamer naar van die dvd's met wedstrijden kijken. Maar hij zal zich daar toch wel op het strand melden, Dick. Of hoe zie je dat allemaal voor? Nou, ik denk dat hij hetzelfde gaat doen met die dvd's. Ja? Dus Cor op het strand en Dick in de Cor kamer. Cor komt niet in de hotelkamer. Cor is weg. Maar ik moest ook lachen, want die spelersbus die staat dan bij dat stadionnetje in Willemstad. Nou, dat is gewoon gezellig. Daar is niks aan de hand. En ik ken de Antillen zo goed. Ik vind het allemaal onwijs leuk. Maar je moet wel even wennen. Je moet dit vertalen naar Leo Beenhakker, Trinidad Tobago. Ja, ja, ja. En nu Curaçao. Waarbij Leo wel naar de WK in Duitsland ging. Precies. En ik moet zeggen, en dat is wel een grappige. Curaçao heeft een kans om de WK te halen. Dat geloof jij niet. Nee, dat geloven ze niet. Maar is dat zeg maar... Waarom doe je dat zo onaardig nee, mijn mensen? Ik moet gewoon lachen. Dat ik denk, oké, maar vertel door. Ik moet op Tuvalu denken. En Foppe de Haan. Juist. Ja, dat vond ik een beetje uit... Ja, dat was iets heftiger. Met minder kans van slagen. Maar... Canada, Amerika, Mexico organiseren de WK. Die zitten gewoon in die pools. Die doen niet mee. Die zijn geplaatst. Ja, ja. Dan blijft over Curaçao, Jamaica, dat soort eilanden. Maagdeneilanden. Bijvoorbeeld. Dus, Bermuda. Ja, Costa Rica. Dus het is niet uitgesloten nu dat Curaçao dit zou kunnen halen. En dat is ook wel grappig. Ik zit met Dien te praten. En in mijn ogen moet je gewoon Dien Goree trainer daar laten blijven van het nationale team. Hij doet het fantastisch, hij is mateloos populair. Waarom ben je dan met Dick bezig? Ik ben niet met Dick bezig. Oh, maar waarom moet Dick er dan heen? Dat doet de bond, ik heb daar niks mee te maken. Okay. Ik heb heb jij er wat mee te maken? Nul. Het kan toch helemaal geen toeval zijn? Nee, nul. Nee? Echt niet, nul. Nul. Ik heb hier helemaal niks mee te maken. Maar ik hoor dan de verhalen aan, die vind ik leuk. Ja, ja. En dan zie ik hoe populair die Dien is en hoe goed die het doet. En die spelers zijn blind met hem. En dan denk ik over zo'n nationale bond, met alle respect voor Dick Advocaat, met zijn staat van dienst, daar staat helemaal los van. Laat die jongen nou gewoon zitten. Ja, nou ja, laat hij nou zijn werk gaan doen. Ja. Hou nou op met die kolder. Haal wat geld niet, op voor kan team. Het niet samen? Kan het niet samen? Dien zal blijven als Dick komt. Dan blijft Dien supervisor. Nee, hij wordt assistent. Als advocaat het doet. En ik heb daar zakelijk niks mee te nee, maken. Nee, dat hoor je alleen maar op het strand. Als je toevallig op het strand langs iemand loopt, dan vang jij wel eens wat op. Nee, Dien al even telt me dit. Oh ja. En daarom weet ik het. En dan wordt Dien assistent bij hem. Dus daar is op zich... Dus dan heb je Dick Advocaat met de assistenten Dien Goree en Cor Pot. Op naar het WK.
Dat en jij op de achtergrond als lijstduwer. Nee, maar tegen die tijd word jij natuurlijk ingeschakeld. Waarom geloof je mij nooit? Ja. Nee, maar tegen die tijd word jij natuurlijk ingeschakeld voor iets. Nou, dan doe ik die WK. Jij doet dan... Nee, jij wordt ik doe helemaal niks. Ik doe helemaal niks. Nee, ik doe niks. Nou, dan kunnen we bij deze vast laten leggen op camera's. Ik weet zeker, als het echt serieus wordt, dan ga jij een rol spelen. Nou, we gaan het zien. Ik betwijfel het ten eerste. Maar in ieder geval, dat was wel leuk. Toen heb ik ook de wedstrijd Curaçao-El Salvador gezien. Ja. En er waren vele jongens van het voetvolley uit Nederland, met Regie Blinker, zijn groep over. Oudspelers. En die hadden allemaal een toernooi daar gespeeld. Dat was heel leuk. Heel goed georganiseerd trouwens. Leuk. En die kwamen ook naar die wedstrijd kijken. Dus ik heb met een aantal van die jongens hebben die wedstrijd gekeken. En dat is ook echt Caribbean. Het is ook echt leuk om naar te kijken. Ja, El Salvador is ook nog wel aardig elftal. Ja. Maar de leukste man bij El Salvador is de trainer. Ja. Ik ben zijn naam kwijt. Hij heeft nog respectabele clubs gehad. Niet alleen beweegt die man 90 minuten langs het veld. Dat maar hij heeft een gouden voetbalschoen aan. Ja? Gouden. Met zijn eigen naam erop neem ik waarschijnlijk. Ja, ja. En zelfs op de tribune begon iedereen toch wel te lachen als hij had redden. Gouden, echt gouden voetbalschoen. Is hij ook een beetje dik of niet? Nee, hele slanke man. Jammer. Ja. Dat vond ik wel humor. Wat goed. Vond ik wel een grappig gezicht. Weet je dat Feyenoord ook eens een keer twee spelers uit Curaçao heeft meegenomen? Kan je die nog herinneren uit de tijd van Ab Favier? Dat is echt een quizvraag. Nou, dan gaan we verder toe. Dat weet Eentje niet. Had er maar één oog. Kwamen ze later pas achter. Oh ja? Ja. Dus die speelde aan de vleugel. Nou, gek genoeg heeft hij toch gefunctioneerd. Hij is bij Feyenoord weggestuurd. Dat was Sixto Rovina, heette die. Oh, jij weet dat weer. Ja, en Glenn Quidama. Oké. Ja, die presteerde dusdanig teleurstellend dat ze hem heel snel Glenn Quidrama noemden in de Kuip. Want daar hebben ze altijd wel een goed gevoel voor bijnamen. Ja, ja. Ja. En die Glenn, die is nou... hoe noem je dat? Conciërge op een middelbare school ergens in Tilburg. En die ander is... aan een hartstilstand overleden bij FC Groningen. Okay. Op een hele jonge leeftijd. Okay. Maar we waren toen wel een beroemd verhaal eigenlijk. Vooral omdat die ene dus... Hij had één glazen oog. Maar dan kwamen ze pas achter hier. Ja, kwamen ze achter. Maar de keuringen waren dan niet zo scherp in die tijd. Kennelijk, ja. Maar bij Feyenoord wel een proefwedstrijd gespeeld met dat ene oog. En dan kwam er doorheen. Nee, hij kwam er niet doorheen. En toen hebben ze hem bij Groningen of zo gehaald. Ja. Maar zie hoe mooi dat is met al die iconen. En ik vind dat bij clubs... Daarom toen ik dat geschil had met ADO over Lex Schoenmaker. Ja, hoe is dat afgelopen eigenlijk? Nou, dat wordt wel opgelost. Dus zijn contract wordt gewoon gerespecteerd wat hij heeft. Maar heeft hij niet een contract voor het leven? Nou, wat ik heel triest vond... Maar het is tegenwoordig ook zo bij nieuwe mensen in directies. Dus ik zal geen olie op het vuur gooien. Want die jonge dame in kwestie en Joris Matthijssen zijn nogal sensitief op dat gebied. Ja. En die moeten dus ook nog veel leren. Die krijgen ook kritiek krijgen en tegenstand in de voetballerij. Dat kent... Die jonge dame moet daar nog een beetje doorheen. Maar dat komt wel goed, want ik hoor ook hele goede dingen over haar. Maar met iconen, ja, daar hoor je anders mee om te gaan. Dat is... Je hebt er niet zoveel, hè? En ook Lex Schoenmaker, als je ook in dit boek kijkt... hoeveel hij hierin voorkomt en wat de geschiedenis van Lex is... met Aap Mansveld en Dick Advocaat, noem allemaal op. Als dit soort mensen bij een club zitten en die werken voor een appel en een ei... laat ze nou tot aan de dood bij die club zitten. Ja. Nou, en dat is dan iets... En daar speelt ook een rol nieuwe eigenaren. Hè, dit zijn Amerikanen in dit geval. Die natuurlijk totaal niks met ADO hebben. Nee. Zeggen ze ook helemaal niks. En zeggen in het kader van bezuinigingen gaan we posten schrappen. En laten we eens onderin beginnen. Ja. Daar zit mijn kritiek op het non-empathische gevoel. Ja. En niet op dat jonge dame als directeur. Want dat schijnt ze heel erg goed te doen. En Joris geloof ik ook in als technisch directeur trouwens. Ze doen het ook goed. Maar dat wil niet betekenen dat als je ergens... iets kan herstellen, daar waar je een beetje onderuit ging... herstel dat dan en ga niet je gelijk halen bij iemand van 75 jaar... die je wat verdriet bezorgt. Ja. Het wordt opgelost, hij zal blijven. Maar dan blijft hij voor een bepaalde periode en dan moet hij toch weg. Echt waar? Ja. En dat, ja, ik vind dat jammer. En ze zullen wel weer boos worden en weer beledigd. En ik heb weer boze mails van deze jonge dame. En we gaan dit doen en we gaan dat doen. Doe dat dan maar... Je behoort dit heel anders op te lossen en niet alleen het arbeidsrechtelijke te respecteren, omdat je niet anders kan. Ik vind het jammer en onnodig. Onnodig had niet gehoeven. Onnodig, onnodig. Ja. En ze onderschatten denk ik ook hoeveel pijn ze zo iemand ermee doen. Je hebt dat natuurlijk wel vaker gezien bij clubs. De ene club is er ook wat beter in dan de andere om met iconen om te gaan. Ik ben het in de afgelopen jaren ook wel eens tegengekomen. Zo'n speler die vergeten is of opeens geen kaart meer krijgt of niet meer wordt uitgenodigd. Het is ook Nederlands, hè? Ja, dat denk ik ook wel een beetje, ja. Dat klopt. Hey, Philip, kom zitten, vriend. Ja, sorry hoor, Philip. Je valt echt in een gekkenhuis. Hey, hoe is het?
Vriend, ga lekker zitten. Hier zit jij zeker wel op te wachten op maandagmiddag. Ja, lekker heerlijk. Achter een microfoontje gaan zitten bij Rob thuis. Heerlijke verrassing dit. Je krijgt niet eens koffie of wat dan ook. Nee, maar dat ben ik wel gewend hoor. Ja. Dat ben je wel gewend. We gaan doen, dadelijk gaat die boter al. Vind niet genoeg. Kijk eens, ik ben gestopt bij Pompseizoen. Heb je wel gegeven? Ja, ik neem wel mee natuurlijk. Hey, hoe vind je mijn boek, ADO-boek? Geschiedenis, het iconen. Beetje, het is een beetje dun. Hey. Dat is geen rommel, hè? Dat weet ik nog niet, maar... dat is echt een schitterend boek. Ziet hem, ja, het ziet er wel uit. Ja, je kan zoeken wat je wil. Rob Jansen staat er met wie op. Heb jij nog een voetbal daar op de voorpagina? Zit er nog iemand bij die denkt, daar heb ik tegen gespeeld? Wie is Stijn? Heini Otto. Heb je nog tegen gespeeld? Heini? Of niet? Nee, volgens mij niet. Langhaar misschien. Joop? Ja. Harry van der Laan, nee, dat kan niet. Nee, je bent jonger. Nee, je loopt nog gewoon, je loopt niet hinkend. Dus tegen Cor Lems heeft hij niet gespeeld. Je hebt Cor niet ontmoet. Dus dat kunnen we. Hij staat wel aardige naam op zo. Ja, nou, de ADO was geen klein clubje. Kijk, die dik advocaat met haar. Een dik. Hier, dik met haar. Dat is ook schrikken. Geweldige foto's, hè. Ja. Op zijn eigen manier is dik toch fotogeniek. Dik is heel fotogeniek. Er staan allemaal portretten op. Hij heeft een goede uitstraling. Hij blijft toch daar haken. Boelekin. Spitsie. Ja, die, dat was geen verkeerde spits. Ja, ja, ja. Die werd beroemd op één seizoen. Ja, klopt. En daarna nooit wat gehoord. En Jan Boskamp. Van de spitsen. Jan Boskamp, die hoort er eigenlijk niet op. Ja, volgens mij alleen voor Holland Sport. Of is dat allemaal Holland bij elkaar? Holland Sport zit erbij. Oh ja. Okay. Holland Sport zit er ook bij. Leuk, hè? Mooi boek. Dus we hadden het over iconen, voetballerij, dit boek. En, we hadden het over eigenlijk als er iets je club is, zoals bijvoorbeeld Rob... ADO is een club en dan gaan er emoties mee spelen. En dan doe je allemaal dingen die je eigenlijk niet moet doen. Ja. Heb jij natuurlijk ook, heb jij ook een beetje gehad met jouw club, of niet? Dat je ver gaat voor je clubliefde of wat het dan ook is. PSV? Ja, nou ja, gelukkig. Tenminste, gelukkig. Ik ben denk ik ook een speler. Ik speel graag voor een club waar ik iets mee heb. Ja. Dat heb ik altijd gedaan. En ja, tegenwoordig is dat wel wat veranderd, denk ik. Vluchtige spelers, die wisselen veel sneller van club, waar niks mis mee is. Maar ja, als ik affiniteiten mee heb, en dat heb ik zeker met Vitesse, ja, dan ben ik altijd bereid om het toch een stapje verder te gaan dan normaal. Ja, precies. En dan weten ze ook dat ze een beroep op je kunnen doen. Ja, dat ze een snaar bij je kunnen raken. Ja, zeker. Ja, ja. En natuurlijk is dat... er was natuurlijk een tijd geleden dat ik gespeeld heb. Maar ja, dat, toch verlies je dat niet. Je blijft ook altijd de club volgen. Ja. Maar raak je het niet even kwijt als je komt in zwaar weer terecht... of je komt in een situatie terecht, jij in je laatste weken... waarin het heel lastig was. Is dat geen aanslag op je clubliefde dan? Of denk je dan niet bij jezelf... Jezus, ik wou dat ik dat niet had met deze club? Ja, ik denk niet dat je het zo moet zien dat je die laatste weken daar echt... over nadenken bent. Er is te veel aan de hand om... ben dat overleven. Ja, dan heb je geen tijd om daarbij stil te staan. Nu, als je weg bent, je kijkt er weer op terug. Ja, het enige wat we voor ogen hadden, was om de club te helpen. Nou, afgelopen seizoen is dat gelukt. Dus zijn we erin gebleven. Ja. En dit seizoen heb ik het in bepaalde zin niet aan de praat kunnen krijgen. En er is van alles aan de hand. Het is heel vervelend. Ik hoop dat het heel snel opgelost wordt. Want daar is de club absoluut bij gebaat. Want... nou, snel zal het niet gebeuren. Want het is een Gordiaanse knoop waar die club in zit. Ik hoop het. Want hoe langer het duurt... dat hebben we al wat meer voorbeelden van gezien in het verleden. Maar als je als club zie je eigenlijk in een impasse. Je kan eigenlijk niks. En door die eigenaarstructuur. Ja. Geen licentie. Die constante onrust ook. Ja, dus... kijk, ik merk bijvoorbeeld persoonlijk het verschil toen ik binnenkwam. Nou, dan zit je daar nog niet in. Nee. Je komt van buiten. Je hebt natuurlijk de clubliefde. En dan stap je heel anders binnen dan als je nu, als ik terugkijk, denk ik, nou, 14 maanden gezeten. De laatste maanden dan, ja... dan je zit in die molen met toch bijna wel continu negatieve invloeden... Ja. En van buitenaf, intern. En ja, dat is best lastig om mee om te gaan. En hoe lang duurt het voordat je het weer afgeschud hebt? Op een gegeven moment ben je vertrokken. En hoe lang duurt het dan voordat je die stress en die frustratie, wat het ook is, kwijt bent? Of ben je dat verschilt eigenlijk wel
per keer dat het gebeurt. Want nu heb ik zelf uiteindelijk de beslissing genomen. Omdat ik ook denk dat het beste voor de club is. Ik denk dat ze iemand moeten zoeken die die energie erin kan gooien. Een beetje frisheid. Nou, ik kan me dat dan... Een paar dagen heb ik wel even nodig. Maar daarna kan ik het wel van me afschudden. Ja, ze hebben weer iemand gevonden met een clubhart waar ze een beroep op hebben gedaan. Hè? Dat is niet de eerste keer natuurlijk. Nee, de zesde of de zevende keer geloof ik. En heeft je zaakwaarnemer, speelt hij ook nog een rol bij dit soort beslissingen? Of die lag zich gewoon in te smeren met factor 50 natuurlijk op Curaçao? Ja, dan moest altijd, heb je daar nog wat aan? Of? Dan moet ik dan rekening mee houden, weet je, wanneer die bereikbaar is met de thuis. Ja. Ik ben zo blij. Ik heb geen vijanden nodig. Ik gewoon in mijn eigen vriendenkring kan zo. Geef die man eens wat te drinken. Waarom? Ja, ik heb drinken. Lekker bakje koffie. Ja, er zit hier een heel team. Er zit hier een soort John de Mol productieteam. Daar word je helemaal eng van. Doe niks. Doen helemaal niks. Behalve op die één keer op die knop drukken. Ja. En als het klaar is, nog een keer op die knop drukken. Is ook nog dezelfde knop. En Lotte loopt hij dan. En omdat ze vrouw is, gaat zij koffie halen. Dat is tegen alle regels in van diversiteit. Dus waarschijnlijk krijg ik weer een claim aan mijn broek uit Amerika. Waarom de dame in kwestie? Waarom niet een man? Ja. Philip, jij kent Rob al heel lang, hè? Oh. Ja, dat zijn behoorlijk wat jaartjes. Ja, is die nou veel veranderd? Nee. Ja, maar nu heb je een ervaringsdeskundige. Ja, dus ik wil gewoon weten... Levensgevaarlijk is gesprek. Eigenlijk niet. Nee? Nou, geen enkele ontwikkeling doorgemaakt. Geen enkele ontwikkeling doorgemaakt. Nog steeds in de barbarentijd. Ja, laat ik zeggen, ik heb de verschillen... ik zou ze niet op kunnen noemen, Rob. Nee. Je weet wat je krijgt. Zo. Ja. En de andere partijen ook. Nee, maar jullie zijn wel heel lang toch aan elkaar verbonden. Ja. Sinds Vitesse. Ja. Vitesse PSV. Ja. Met Chris. Ja. Ja. Toen al. En toen, ging lopen. Barcelona, het hele pakket. Ja, laatste jaar Vitesse. En Chrisje volgens mij nog vanaf NEC. Ja, die kwam van NEC naar Vitesse. Ja, en toen hebben maar 1 jaar gezeten. En toen ging de hele groep door naar PSV. Ja. En in welke fase is die nou het belangrijkste geweest voor jou? Ja, je huwelijk, wat ik ingezegend heb. Ik heb je huwelijk gedaan. Bijvoorbeeld. Dat was wel een heel bijzonder moment voor jou. Heb je dat echt gedaan? Ja. Ja. Op zoek van Filip en Doe. Ja, dat mag ik hopen dat het op verzoek van Filip is. Oh, je dacht dat jij het zelf niet hebt opgedrongen. Dan zie ik je ook vooraan. Ja, dat je gewoon komt binnenlopen. Laat mij het maar doen. Kan. Nee, maar Filip die zag daar zelf de humor van in begrijpen. Ja, heb je spijt van? Ja. Nee, dat klopt, maar dat is buiten het veld natuurlijk. Ja, dat is buiten het veld. Privé, maar... Ja, wanneer die belangrijk is eigenlijk... Vind ik heel moeilijk om te zeggen. Alleen, je krijgt wel een band. Kijk, wat je tegenwoordig vaak ziet, is je tekent een contract. Tenminste, de huidige spelers, voor zoveel maanden. En dan gaan ze weer naar de volgende. En dan weer... Ja, ik heb volgens mij nog nooit iets getekend erop. Als het niet meer zou werken, dan werkt het niet meer. Dan wil ik helemaal geen geld meer. Maar... Ja, zeg het kijk maar. Kijk uit hoor. Wat je aansluit, Rob. Want, zeg het maar gewoon, dan kijkt toch niemand. Wie zei het altijd tegen mij? Ja, ik was bij Dennis... Met Dennis Bergkamp vanwege dat commerciële project... wat gelaunched gaat worden met bankbiljetten over hem, et cetera. Wat? Ja, komen zo. En toen werd hij geïnterviewd door een krant... in verband ook met zijn carrière 25 jaar geleden... voor het doelpunt Argentinië, et cetera. Volgens mij was je er redelijk bij. Welke goal? Het buitenkantje. Ik zag hem nog voorbij komen. Als je die doelpunten van Dennis ziet ook. Je ziet ze op Instagram nu eens komen, ook uit van Arsenal. Ja, man. En begin jaren Ajax. Er is geen voetballer meer die dit kan. Nou, in Nederland zeker niet. Hij was echt een buitencategorie. Dit is bizar. Technische vaardigheid. Technisch, hè? Ik denk dat hij nooit hard schoot. Het was altijd... Ja. In Engeland zei hij, he's walking on snow. Zei dus, he's walking on snow. Dus hij bewoog zo licht dat ze hadden niet eens de voetafdruk, zagen ze wel. Ja, de timing en de aannames. Het vooruitzien, weet je. Ja. En bizar. Ja, dan onderscheid je op topniveau. Maar dat had jij ook als middenvelder? Ja, je hebt natuurlijk wel een heel ander soort spelen. Ja, maar jij kon wel lezen. Ja. Je hebt wat Barcelona natuurlijk ook had in jouw tijd en nog steeds... Die 3 stappen vooruit op de training voetballen. Dus als die bal naar je toe kwam, hadden jullie al... Maar hij komt uiteindelijk daar. Ja.
Dat is ook wel handig als je bij Barcelona dat rondootje moet meedoen. Toch? Dat je dat een beetje vooruit kan plannen. Ja, als je alleen maar in het midden staat, dan begint het ook vervelend te worden. Na ja. 2 uur. Ja. Was dat nou niet Van Bommel die dat zei? Dat hij zich zo kapot was geschrokken? Bij zijn eerste ronde bij Barcelona. Ja, die kwam niet aan de bal. Dat hij gewoon 10 minuten lang alleen maar om zich heen hoorde. Ja, dat zou zo allemaal geloof ik. Ja, elke je moet er wel even aan wennen. Ik denk het wel, ja. Afelai, toen die kwam, die training was er nog bij. Dat hij gewoon, die zei, ik kan dit niet volgen. Dit gaat er iets te snel. Afelai, ja. Met zijn moeder. Ja, nou, die was zijn moeder toen mee? Ja, die moeder was mee. Maar even terug. Wat zei je nou? Gaat Dennis Bergkamp zijn eigen bankbiljetten drukken? Of ga jij dat doen? Er komt een persbericht, is al uit trouwens. Ik ga geen bankbiljetten drukken. Er komt een actie, die is wel vrij bijzonder. Dat die Koninklijke Johan Enschede, de staatsdrukkerij, heeft een actie. En wordt hij als eer op een bankbiljet geplaatst met zijn gezicht. Echt officieel bankbiljet. En op dat bankbiljet zit een digitale code, waardoor er features, ik leer die woorden ook, via een hologram ontstaan. Waardoor je zelfs een selfie kan maken met degene die op de bankbiljet staat. En die kun je ook de doelpunten ophalen. Dus via de digitale code gaat dat gebeuren. Dus dat is nog nooit gedaan. Hugo, dus de eerste kun jij dat allemaal nog volgen als techneut? Hugo kan het nog Hugo volgen. Kan het volgen. Net. En als het niet zo is, dan ga ik me zorgen maken over de uitzending. Maar het is een serieus bankbiljet waar je mee kan betalen. Nee, je mag er niet mee betalen. Maar het is wel een officieel bankbiljet. Dat voor de rest niet. Maar die wordt dus gelaunched, zoals het zo mooi heet, 9 december. Op die masterbeurs in Amsterdam. Bij Gassan. En daar met allemaal genodigden. De KNVB is erbij. Ajax is erbij. Iedereen is erbij. Nou, dan gaan we kijken hoe daarop... En hij geeft in dat kader ook 2 of 3 luik in interview in de Telegraaf. Mega interview over hoe hij naar voetbal kijkt en wat er is gebeurd in zijn leven. Okay. Dat is wel heel bijzonder, moet ik zeggen. Ja. Heel bijzonder. En daar ben jij de drijvende kracht achter. Daar ben ik dan weer wel de drijvende kracht achter. En heb je dat allemaal zelf? Maar niet over Curaçao en een dik advocaat. Jawel, je bemoeit je over... Er zit hier iemand naast me die kan daarvan getuigen. Rob bemoeit zich altijd overal mee. Ook met dingen waar hij geen verstand van heeft. Maar die zijn er niet. Huwelijken, hoor ik net. Huwelijken is heel goed in. Overal. En het probleem is, hij praat erover. Je denk je ook nog. Ja, je trapt er altijd weer in. Verstand. Klopt. Ja, klopt. Het is allemaal gebakken. Van de kant. Allemaal. Maar het is wel heel virtueus. Dat is ook niet aardig. In die dan. Ik zeg allemaal niet zo raar. Ja. Ik heb gewoon altijd gelijk. Ja, dat is waar. Zijn er verder nog dingen die spelen? Moeten we het nog over... Die transfer. Wat wij het over hebben? Hoe die transfer loopt? Dat vroeg ik me af eigenlijk voor. Maar dat is meer voor de instapcursus transfers. Ja, van hoe het. Ik heb het altijd het idee van. Heel veel mensen weten eigenlijk ook helemaal niet hoe het werkt. Ik bedoel, stel nou dat van de winter. Ik zeg maar wat Arsenal wil. Jiménez van Feyenoord kopen. Ja. Hoe gaat dat eigenlijk stap voor stap? Ja, nou, dat is op zich wel grappig. Omdat mensen hebben inderdaad geen flauw idee hoe een transfer loopt. Men denkt, die club belt Feyenoord. En Feyenoord zegt wel €3. En Arsenal zegt, ik geef er 2. Nou, dan komen we 2,5 uit. En die speler wordt gebeld, zegt, ik wil ook €1. En dan zijn we klaar en dan gaat het feest beginnen. Nou, zo werkt het dus niet. Het zou zo kunnen werken, maar zo werkt het dus niet. Als er interesse wordt getoond, kan het altijd... Kijk, dus de transferwereld wordt beïnvloed door allemaal krachten eromheen. Ja? En die krachten om een transfer beïnvloeden de transfer. En ik heb wel eens een transfer gehad... Naar Engeland trouwens, met een grote club. En die hadden we met de directie helemaal rond. Alles was klaar. En de speler is dat de keuring is geweest, alles klaar. En de directeur komt naar binnen en die zegt, ja, het gaat niet door. Ik zeg, nou, dat is leuk. Is er ook een reden? Hij zegt, ja, er komt iemand binnen uit Portugal. En de trainer denkt toch dat hij het moet worden. Ik zeg, oké. Dus iedereen in paniek. Maar ik weet hoe die club in elkaar zit. Ik weet wie de stromingen zijn. Ik weet wie de makelaars zijn achter de aankoop van Portugese mensen. Dus ik bel de desbetreffende makelaar op. En ik zeg, laat me José noemen. Ik zeg, José, is het dit en dat? Hij zegt, ja, hoezo? Waar ben je dan? Ik zeg, nou, ik zit hier bij jouw club. Waar jij nogal een vinger in de pap hebt. Ja, zei, dat klopt. Dat bepaal ik ook allemaal daar, zei hij ook. Ik zeg, nou, hartstikke leuk. Ik zeg, maar ik zit hier met die en die. Oh, dat wist ik niet. Ik zeg, maar jij wil die en die brengen. Hij zegt, oh ja, dat moeten we oplossen. Oké, omdat jij het bent, gaat de transfer nu door. Dus wikkel het maar af. Ik bel ze wel even. En ik ga wel met hem naar een andere club. Nou, nu moet je dus voorstellen... We praten mensen over voetbal. Omdat ik een netwerk heb en nog ook wel invloeden heb... Nou zou ik dat niet hebben. Mm-hmm. En ik zit daar als vader... Die ook alles beter weet tegenwoordig bij transfers. Of bij een agent... Die ook niet weet hoe de wereld in elkaar zit. Dan had die jongen daar niet gevoetbald. Dan hebben we het over Premier League. Ja. Die was teruggevlogen. Ja. Maar die andere jongen die eigenlijk die transfer zou maken... die maakt nu die transfer niet, omdat jij gebeld hebt. Exact. En die heeft dus een ellende aan de andere kant... met zijn eigen zaakwaarnemer. Ja.
Die bepaalt dus waar hij voetbalt. Ja. Nou, dat heb ik gelukkig nog nooit gedaan in mijn leven. Maar die power hebben sommigen. Ja. Omdat die spelers in kwestie veel meer geleid worden als wat wij met onze spelers omgaan. Ja. Overbij betrokken. Philip zit bij de besprekingen. Of er zitten bekenden bij. Iedereen is betrokken bij wat je doet. Ja. Maar dat is bij heel veel niet het geval. En dat zou ook voor een grote transgender, dan Jiménez, maar dat is fictief verhaal natuurlijk. Ja. Maar nee, maar Arsenal, even een voorbeeld van hoe even de uitzonderingen daar gelaten. Nou ja. Hoe het stap voor stap normaal gesproken gaat of zou moeten gaan. Nou, ik denk dat het begint of bij, het hangt van het niveau, kijk, dit is een goede speler. Ja, dus hier ligt het wat anders. Hier gaat hij beginnen bij de speler, denk ik zelf. En bij de zaakwaarnemer. Wat doet hij? Nou, die gaan op zoek. Hoe? Dus de speler zegt tegen zijn zaakwaarnemer, ik ben wel toe aan de volgende stap. Dat zou heel goed informeel kunnen. En wat doet dan de zaakwaarnemer? Die gaat aan de slag en die gaat kijken bij welke club dat zou kunnen. Dus die gaat rondbellen in zijn... Of hij is al benaderd. En goede spelers worden ook benaderd. Of weer anderen melden zich bij die zaakwaarnemer dat ze dit en dat kunnen doen. Of de speler wordt benaderd in zijn omgeving door mensen die hem gaan beïnvloeden om naar hun toe te gaan in plaats van met zijn zaakwaarnemer te werken. De kopende club wordt overstelpt met allemaal mensen die zeggen dat ze de belangen behartigen van die speler. Ja. Eer dat ze daarachter zijn, zijn ze ook een week verder. Of er worden mensen tussen gezet als andere mensen aan de transfer willen verdienen vanuit de club, verkopend, kopend, alles kan. Alles kan. En uiteindelijk, hoe sterk is de zaakwaarnemer in kwestie? De kracht van de zaakwaarnemer of het bedrijf, wat hem vertegenwoordigt, die speler, bepaalt ook of die, hoe die transfer gaat lopen. En anders word je opgegeten. Ze worden echt opgegeten, het is kansloos. Nou, dan gaat dat bewegen. Dan zou het kunnen dat hij met een bepaald, als er geen clausules in die contracten staan, want dat is ook nog een dingetje natuurlijk, dat er contact wordt gezocht met Feyenoord. Feyenoord gaat dan hun eigen spel spelen. Doet dat of zelf, of hebben ook een tussenpersoon. Ik denk dat ze tegenwoordig zelf doen. Wat doen ze dan zelf? De onderhandeling. Ja, de onderhandeling. Ja. Dat kunnen ze doen of met die zaakwaarnemer. Ja. Of met de club. Of met zaakwaarnemers en de club. Alles is mogelijk. In de nieuwe regelgeving mag dadelijk alleen maar die zaakwaarnemer alleen nog te spelen en een club vertegenwoordigen. De kopende, niet de verkopende. Zal het veel gaan veranderen? Ik bedoel, jij hebt nu al zoveel variaties genoemd van hoe het gaat, ja. Dat die regelgeving die wordt toch altijd weer omzeild. Op het ze vinden op zeker weer zijwegen. Ja, want jij bent ook in je hele leven bezig met proberen orde te scheppen in die chaos met regelgeving. Maar, nou ja, omdat degene die bepalen, dus de FIFA, die heeft de kans gehad om met de mensen van de werkvloer, ik, maar met mij velen, die tientallen jaren dat vak hebben uitgeoefend, om daar een nieuw schema te maken. En dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben geluisterd naar Janne Alleman, omdat ze zelf iets wilden bereiken. En nu verliezen ze elke rechtszaak in Europa, de FIFA. Ze hebben nu in Engeland weer verloren tegen de agenten. Ja. Dus ze gaan iets invoeren wat dadelijk in West-Europa niet kan. Dan heb je daar weer een probleem. Maar dat maakt transfers heel onoverzichtelijk. En heb je het nog niet, als die zaakwaarnemer denkt dat die klaar is, dat een familie komt en die familie wil geld hebben. En die wil geld hebben en een vriendje wil geld hebben. En alles loopt aan alle kanten van die koek te eten. Terwijl de transfer op zich ook niet door kan gaan daardoor. Ja. Dat gebeurt ook. Ik wilde het eigenlijk wat overzichtelijker maken voor de kijker. Ik denk dat het ingewikkelder is geworden. Maar we gaan er de volgende keer nog wel eens gedetailleerder op. Dit was de aftrap. Komen we erop terug. Het is een cursus op zich. Ja, we gaan Philip zijn koffie. Nee, die is al op. Nee, die is op. Philip wordt PSV kampioen. De laatste vraag. Dat denk ik wel. Ja, is er niks meer aan te doen? Nou, als er iets aan te doen is, dan zal het op PSV zelf komen. Ja. Maar als ik nu heb gezien wat ze tot nu toe brengen, hoe ze spelen ook, de kwaliteit die ze in huis hebben. En de breedte van de selectie? Ja, er zijn er een aantal niet bij. En dan, als je kijkt tegen Feyenoord, dan denk ik, en nu is het 10 punten voorsprong. Ja, 10 punten. Dan moeten er wel heel rare dingen gebeuren. Dat zie ik niet. Ze zitten ook in een hele positieve flow. En de sfeer is goed eromheen. En iets wat eigenlijk Feyenoord afgelopen seizoen had. Ja. Dat heeft PSV nu. Nou, ik zie daar niet. Nee, ik zie daar niet direct iemand anders. Europees ook? Ja, Europees ook. Dus nee, ik voor mij, als daar intern geen gekke dingen gebeuren, dan worden zij dit jaar kampioen. Ja. Oké, nou dan weten jullie dat. We hoeven die competitie niet meer te volgen. Blijf ons wel volgen. Klaar. En luisteren en kijken. Volgende week ben ik er trouwens niet. Dus dan zit je hier waarschijnlijk toch alleen het volk toe te spreken. Ja, dan ga ik. Dan heb je eindelijk waar het je om te doen was. Nee, volgende week is René terug. Oh, oké. Nou, en ik neem aan dat Wim er ook is.
Maar jij bent er niet? Nee, ik ben er niet, nee. En is dat met toestemming of doe je dat allemaal zelf? Nee, dat doe ik allemaal zelf. Doe allemaal eigen initiatief. Ik ook niet, hoor. Ben je er niet? Filip. Oké, alright. Leuk dat je aansloot. Ja, leuk dat je er was. Het was ook een verrassing voor je. Ja. Anders kom je namelijk hele onaangename verrassing. Als ik dit had gemeld, had hij gezegd, ik kom al een half uur later. Nee, die valstrik is goed gelukt. Ja, die lukt graag goed hier. Bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Oké, jongens. Groetjes. Doei.